Goeiedag Warriors. Vandaag zijn we in het prachtige Rotterdam-West om de enige echte Nico Big Sexy Horta te ontmoeten. Hij heeft zijn partij tegen Levi verloren helaas, maar hij had een prachtig partij gevochten, want hij heeft wel heel wat fans gewonnen. De naam Big Sexy klinkt heerlijk in de mond. We gaan hem vandaag interviewen, we gaan hem vragen wat naar zijn komende partij, 31 augustus, en zijn buurt natuurlijk. Big Sexy? Ja man, dat is lekker. Ja, maar met jou vaker? Cool toch? Big Sexy, ik ben blij dat ik er ben. Ik ben blij dat je tijd voor ons hebt gemaakt. Sowieso. En ik wil een beetje van het begin beginnen. We hadden je toen bij Warrior Talk uitgenodigd aan tafel. Toen hadden we al heel wat van je ontdekt. Maar zelf wil ik nu, kom ik jou... Ja, ik ben jou tegengekomen bij Kwaku toen, dat wil ik ook vertellen. Ik ben hem tegengekomen bij Kwaku. En ik zag hem al eerder bij Warrior Talk, maar toen kwamen we elkaar tegen weer bij Kwaku. En je hebt ons toen heerlijk ontvangen, meisje. En je was gewoon echt een open persoon. Tuurlijk, maar zo ben ik ook gewoon vanuit mezelf. Dus, ja, dus overal waar ik iemand tegenkom, altijd even tijd voor maken, even kletsen, gezellig. Ja, je ziet eruit als een grote, grote boze beer, maar toen ik je sprak, het was gewoon... Altijd chill. Ja man, kalm. Thanks dat je ons even welkom liet voelen. Ik wil eigenlijk beginnen van kickbox. Waar is dat voor jou begonnen? Op mijn 13e was ik begonnen met het sport. Ja. Ik heb als kind gewoon het standaard verhaal voetbal gedaan. Ja. Was niet mijn ding, dus ook gewoon mee gestopt. En eenmaal op de middelbare school, dan leer je nieuwe vrienden kennen. En één jongen die deed al vanaf jonge leeftijd vechtsport. Ja. En hij had ook zoiets van, kijk hoe groot jij bent vergeleken met hem dan. Doe wat. Ja. En toen zat ik helemaal niet op een sport. Nou, dus doe wat. Als ik zo'n lichaam zo had, had ik het geweten. Dus doordat hij op mij ging inpraten, toen had ik zoiets van, weet je wat, ik ga wel een keer met je mee. Eerste keer dat ik meeging, 4-0 in elkaar geslagen. Ik had niks te zeggen. Je kan niks, je hebt geen ervaring, zij wel. Op die leeftijd was ik al best lang, dus ze schatten me ook van ouder in. Dus die klappen waren ook gewoon best hard. Waarom ging je weer terug naar die pak slaag? Wat heb je terug om laten komen? Ik had wel sowieso 2 weken nodig. Ik had zoiets van, hey, dit is niks voor mij, dit doet te veel pijn, dit, dat. Ja. Maar uiteindelijk dacht ik van, zoveel pijn deed het niet. Ik heb het overleefd en het was achteraf toch best wel leuk. Dus ga gewoon nog een keer en laat ze gewoon zien dat je toch niet zo zwak was als dat jij in je eigen hoofd hebt doen geloven. Ja. Toen ik weer terugging, toen was het een stuk leuker. En dan laat je ook gewoon zien gewoon van, hey, ik ben er weer. Daar hadden ze ook gewoon respect voor en dat is eigenlijk gewoon zo door blijven gaan. Dus... Die mentaliteit, maar dat is ook de mentaliteit die je uiteindelijk als vechter nu moet hebben. Ja. Als je echt bij Glory in de ring gaat, je kan niet opgeven. Nee, je laat je niet kisten door een ander. Jij moet jezelf wijsmaken, zeg maar, wat je wel en niet kan. Ja. En van geloven komt jezelf overtuigen. Van jezelf overtuigen ga je dat waarmaken ook. Maar ja, dat moet wel beginnen met in jezelf geloven. En dat had ik op die leeftijd dan even nodig om de rest dan voor elkaar te krijgen. Dat is mooi om te horen, zeker mooi om te horen. En wanneer begon je echt van jezelf te ontdekken dat je echt het talent had, zeg maar? Dat was bij de sportschool waar ik dan echt wat langer heb gezeten. Silent Dragon, ook hier in Rotterdam. Ja. Mijn trainer dan, Bien Gunning. In de begeleiding van hem toen werd ik daar gewoon echt wel genoticed. En die zei ook van, hey, best goed, je doet het goed. Heb je ambitie om door te groeien erin? Ja. En van daaruit zijn we gewoon gaan groeien richting wedstrijden vechten. En daar heb ik ook gewoon echt mijn vechtsportdebuut gemaakt. Toen was ik alweer 18. Dus van het beginnen van de sport naar daadwerkelijk serieus trainen voor wedstrijden zat ook nog wel een goede tijd tussen. Ja, wanneer was je eerste officiële A-partij? Zo, eerste officiële A. Dat moet wel lang terug gaan. Ja, mis weet ik denk 2000. 15, 16, zoiets. Moet je me niet aan vasthouden, want ik kan het gewoon echt niet meer herinneren. Zo lang geleden. Zo lang geleden. Wel, weet je nog gewonnen of verloren? Eerste A had ik gewonnen, als het goed is. Ja, eerst. Want ik begon met een goede winning streak. Ja. Toen had ik 1 verloren. Vond ik onterecht, maar jury bepaald. Zeker. De tweede die had ik terecht verloren. En toen had ik zoiets van, hey, dit gaat niet goed. Dus toen moest ik weer aan de bak. Weer winnen, verliezen, winnen, verliezen. Maar mijn eerste A had ik wel gewonnen, als het goed is. Ja, dat is altijd lekker, toch? Ja, vooral voor het ja, zelfvertrouwen. Ja. Niet dat je de eerste A direct knock-out gaat. Nee, knock-out ben ik nog nooit gegaan. Gaat nooit gebeuren ook. Nee? Nee.
Ja, jullie horen de kijkers. Ja, hij gaat nooit nog uit. Nee, het is mooi om te horen, zelfvertrouwen. Het is echt een mentaal iets. Als ik je zo hoor van je 13e, eerst in elkaar geslagen. En dan toch volhouden, blijven trainen. Talent wordt ontdekt. En dan tijdelijk ga je niveaus hoger. En het is niet alleen talent, het is ook gewoon hard werken. Want zonder hard werk heb je niks aan talent. En iemand die gewoon hard werkt, zonder talent komt ook ver. Dus ik wil zeggen dat ik wel een aanleg heb, maar het hard werken heeft me gebracht waar ik ben gekomen. Niet per se het talent. Nee, dus echt het harde werken. Ja, echt het hard werken, gewoon jarenlang gewoon trainen. Mensen die me kennen weten ook, ik ben een levensgenieter. Ja. Dus het had ook anders gekund. Ik had nog veel meer kunnen laten liggen. Maar dat... Dat zeg je mooi. Hij had het veel meer kunnen laten liggen of had veel meer kunnen oppakken. Ja, zeker. Maar ik probeer zeg maar, die combinatie van de twee te houden en daarin ben ik wel blij met de resultaat. Oké, dus dat is een beetje het pad van waar je bent gekomen zeg maar, met kickboksen. Ja. Hoe kwam je eigenlijk dan Mike Polaan? Hoe kwam je bij hem terecht uiteindelijk? Zijn vriend Dominique. Ja. Dominique Pinas, die zat er al. Ja. En wij kwamen elkaar gewoon overal nergens tegen. Was het niet op straat, was het op feest, was het hier, daar, overal. En elke keer adviseerde hij mij van kom een keer mee trainen. Hey, het is makkelijk, je komt elkaar op feest tegen. Ja, gaan we doen, we spreken elkaar van de week en dan komt niks meer van. Ja. Dus één keer toen had hij me gewoon gebeld van hey, wat doe je? Ik zeg niks, ik kom net thuis van werk. Cool, ik kom je zo laten oppikken, dan ga je mee vandaag. Ik zeg cool, ja, goed. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Hij kwam me ophalen, we gingen de sportschool, we kwamen aan bij AREJ en we liepen binnen. Ik groet de trainer Mike, kijk van links naar rechts, ik zie wat er rondloopt. Ja. En ik dacht, dit wordt vandaag een leuke training. Want wat er rondliep was gewoon zowel wedstrijdjongens, zware jongens, zware wedstrijdjongens. En dat was iets wat ik wel miste waar ik toen zat. Dus ik merkte gewoon dat die vuur weer werd aangewakkerd. Gewoon van oké, vandaag gaan we even knallen. En het is niet dat ik dat gevoel niet had bij de sportschool waar ik zat, maar ik merkte wel die extra trein weer van oké, vandaag moet ik mezelf weer gaan bewijzen. Ja. Op die sportschool waar ik tegen die tijd al 8, bijna 10 jaar zat, je weet van elkaar wat je kan. Ik weet, als ik vandaag lekker in mijn vel zit, win ik het van jou. Zit jij lekker in vel, win je het van mij. Het zijn geen mysteries meer. Nee. Je had uitdaging nodig. Uitdaging nodig. En hoe ik daar binnenkwam, wist ik gewoon gelijk. Ik voelde aan alles, ik rook het gewoon in de lucht van vandaag ga ik die uitdaging vinden. Moet van me afbijten, want anders gaan ze over me heen lopen. En dat gevoel, dat was wel fijn om weer terug te vinden. Ik heb gezien, hij drilt die jongens. Ja. Oh mijn god, ik heb die jongens vandaag horen schreeuwen. Uitschreeuwen. Nee, wat opgeven. Ja. Doorgaan. Er wordt wel echt veel van je gevraagd, veel van je verwacht. Hoe was de eerste training dan bij Mike voor jou? Heeft hij je gedrild, heeft hij je kapot gemaakt of bleef je nog een beetje aardig voor je de eerste dag? Het bleef een beetje aardig, want je kent elkaar niet. Je moet wel eerst inzien of iemand het aan kan of niet en hoe je die persoon behandelt. Dus in dat opzicht, hij is gewoon straight, streng, maar netjes. Okay. Maar ik gaf ook gelijk aan van, ik hou van zeg maar, de directheid. Dus wees gewoon lekker direct. Zie je dat ik meer kan en ik doe het niet, spreek me erop aan. Schreeuw me als het moet, daar ga ik juist goed op, want soms heb ik gewoon dat extraatje nodig. Ja. En eigenlijk met die goedkeuring kwam het heel snel wel goed. Ja. We gingen heel snel, ik weet niet of het gelijk de eerste les was of heel kort in die eerste maand. Maar bij dat gingen we gewoon een paar rondjes sparren dan. Ja, alle zwaargewichten, niemand kende mij op. Ismael Londen, die kende me al van vroeger, dus daar hebben we al vaker mee getraind. Ja. Maar de andere jongens die kenden mij nog niet, dus die wisten niet wat te verwachten en andersom ook niet. En daarin, ik was blij met het sparren, want ik had weer gewoon nieuwe zwaargewicht om mee te sparren. Ja. En hij zag bij mij van, ja, maar deze jongen kan ook nog wel wat. Is leuk en een andere stijl, wat zowel waar hij wat mee kan, als waarin de groep wat mee kan. Dus het was voor beide partijen gelijk duidelijk van, wij kunnen elkaar helpen en we willen elkaar helpen. Ja, want was het ook dan de bedoeling dat je direct wedstrijden ook voor Mike zou vechten, voor Mike Polaan? Ja. Of was het meer dat je dacht van, weet je, ik spar even met de jongens, laat me kijken, even meten. Nou, in eerste instantie was het was heel snel wel duidelijk van waar de mogelijkheid zich voordoet. Gaan we ervoor?
Maar we moeten elkaar wel eerst leren kennen natuurlijk. Want ik kan wel binnenkomen en laten zien van hé, ik kan vechten. Maar als met de tijd duidelijk is dat ik geen drijfveer heb of dat ik de kantjes ervan afloop of ik train niet hard genoeg, dan heeft Alice ook zoiets van hier heb ik niks aan. Dus ik moest wel eerst laten zien mijn mentaliteit, mijn manier van trainen en gewoon ook de intensiteit van mijn trainen. Ja. En toen dat eenmaal was gedaan, dat ze iets had van oké, ik zie wel wat voor vlees ik in de kuip heb, toen kwam het vanzelf. Dus het heeft wel een tijdje geduurd voordat je uiteindelijk wedstrijden ging vechten. Het was, maar ik moest eerst kijken hoe en wat en ja, hoe ver jij bent en hoe gemotiveerd jij bent. Ah, niet zozeer een tijdje. Ik denk 3-4 maanden max. Maar dat was best wel snel. Ik zat al in de routine van trainen. Ja. Was alleen gewoon even aanscheppen. En wat ik al zeg, doordat ik die vuur weer aangewakkerd kreeg, had ik die motivatie weer, trainde ik weer gewoon veel. En die eerste wedstrijd kwam best snel op mijn pad. Ja, de eerste wedstrijd was tegen? Dat is een hele goede vraag. Dat weet ik niet eens. Kijkers, als jullie het weten, laat het achter in de comments. En ik wil ook weten of je heeft gewonnen of verloren. Dat is in het buitenland, dacht ik, maar ik weet even niet meer waar. Volgens mij in Roemenië. Kan zijn tegen Christia Ristea, maar ik weet niet of dat mijn eerste was voor Arie of niet. Kan ook zijn dat het mijn tweede of derde was, dus ik twijfel nu een beetje. Oké, moet je misschien Mike even weer vragen. Ik denk dat hij zal het sowieso wel weten. Ja, zeker, zeker. Dan wil ik ook nog even teruggaan naar Warrior Talk. Want in Warrior Talk had ik ook begrepen dat je last had van je heup. Ja, als kind gebroken, een paar keer geopereerd. En eigenlijk altijd mee moeten dealen. Hoe heb je het gebroken dan? Ik was een wild jongeman, laten we het daarop houden. Gewoon iets doms gedaan. Iets doms gedaan en dat moest je vertellen, zeg maar. Weet je, ik vraag het niet verder. Iets doms gedaan. Ik merk die lachen. Nee, dan gaan we zo meteen over verder, over hoe jij jong bent. En dan gaan we over de wijk ook in. Maar ben je dan niet bang als je aan het kickboksen bent, zeg maar, van hoe denk je, speelt dat niet in je achterhoofd? Nou, het is zo'n onderdeel van mijn leven geworden, het is voor mij normaal. Ja? Wat ik al zeg, die breuk was op mijn 9e gebeurd. Ja, op 9 ben je eigenlijk nog kind, word je net een tiener. Dus je kent niet anders dan dat je lichaam zo is. Met de tijd is er wel wat meer bewustwording gekomen en dan zie je ook dat je heel veel compenseert en dat de ene helft veel sterker is dan de andere of beter ontwikkeld dan de ander. Maar ja, dat kan zeggen, ik weet niet anders dan dit. En mijn eerste aanvaring met vechtsport, of mijn eerste kennismaking met vechtsport, was op deze manier. Dus ik heb gelijk leren vechten met de beperkingen van mijn lichaam. En dan ken je niet anders dan. En dan creëer je gewoon een stijl. Precies. En, maar dat zou wat anders zijn als ik eerst was begonnen en toen de operatie was. Want dan had je een before en after. Maar nu heb ik gewoon alleen één manier van. Dus ik ken niet anders dan dit. Ja, oké. Okay, dus je bent voor jou is het, ja, het is gewoon normaal. Ja, je hebt mee normaal leren leven. Want alle drie de operaties die ik had waren op jonge leeftijd. Dus toen ik op mijn 13e, 14e begon met vechtsport, toen was alles al gewoon zoals die was. Toen zat die schroef er al in. De beperkte mobiliteit zat er al in, dus ik ken niet anders dan deze manier van omgaan met mijn lichaam. Ja. Nou, dan ga je aan de hand van de lichaam die je hebt, ga je dan een stijl creëren en dan ga je daarmee vechten. Ja, ik heb toch vaak, dat ben ik hoor, want ik heb ook wel eens met Remy gesproken. Zijn oog zit soort van los en draagt de lens. En dan zeg ik ook soms van, ben je niet bang of zo, weet je? En hij zegt ook, je denkt er wel aan, maar ja, jullie hebben die vechtersmentaliteit, dat jullie dat gewoon aan de kant kunnen zetten. Je denkt er aan en ik snap, bij hem snap ik het zeker, want de oog, daar krijg je echt daadwerkelijk klap op. Ja. Je heup krijg je geen trap op, stoot op. Een uitschieter hier of daar, maar het is wel de bedoeling dat je of de boven of de ronde wordt geraakt. Ja. Als iemand doelbewust op mijn heup gaat schoppen, schopt hij tegen bot. Ik heb daar wel blessure, maar jij doet jezelf meer pijn dan dat je mij pijn doet. Ja. Dus ik hou rekening met de beperkte mobiliteit, maar ik heb nooit de angst hoeven hebben van iemand schopt tegen mijn heup aan en dan komt er wat. Als het gebeurt, dan is het per ongeluk geweest en dan zien we dan wel hoe of wat. Maar het is iets wat er regelmatig zal gebeuren, dus daar hoef ik in mijn situatie niet veel, nee, in de ring niet staat, veel bang over te zijn. Nee, dat is gewoon warrior mode. Dat is gewoon gaan.
Ja, toch? De paar keren dat het is gebeurd, ja. Ja, ik voel niks, hij beweegt nog, hij zit nog vast aan mijn lichaam. Cool, dan gaan we door. Zo simpel is het. Nee. Pijn komt altijd later, dus waarom nu zorgen maken? Zeker, zeker. Je bent op kickbox gegaan, dus je krijgt overal pijn. Je loopt elke keer risico in de ring. Ja, zeker weten. Vooral hier in de heavyweights, hè? Zeker weten. En dan, dan gaan we even fast forward. Levi kreeg een tegenstander. We keken allemaal ernaar uit en in één keer zijn tegenstander zich af. Ja. En we kregen in één keer Big Sexy te zien. Toen kwam ik ineens. Niemand, kijkers zoals ik dachten eerst van, hé, wie is dat? Wie is Big Sexy? Mm. We gaan allemaal zoeken, we gaan allemaal kijken. En dan krijg je een beetje van onbekende naam, Levi heeft deze wel. Ja. Iedereen dacht eigenlijk, Levi gaat hier overheen walsen, want ze kenden de naam nog niet. Precies. En ik keek de wedstrijd en ik denk heel veel anderen met mij thuis. No disrespect naar Levi, Levi geen disrespect, maar je hebt hem zo vaak naar het plafond laten kijken, dat we schrokken geworden. En ja, hoe was dat voor jou, dat gevecht? Zeg maar, hoe was dat op je pad in één keer gekomen om tegen Levi te vechten? En waarom nam je het aan, terwijl je zo'n korte voorbereidingstijd had? Nou, ik was vorig jaar juli weer onder het mes gegaan, weer voor die heup, de vierde keer. Ja. En daar werd me eigenlijk gewoon ingefluisterd door de arts. Carrière zit erop. Je gaat niet meer kunnen, het is onverantwoord. Gewoon stoppen, ga wat anders doen. Oké, zware pil om te slikken. Maar ik denk, weet je wat, ik luister wel. En revalideren, herstel, cool, kan weer een beetje dingen doen. Wat kan nog wel? En daar kwam uiteindelijk uit, boksen is daar nog een mogelijkheid. Het is niet te zwaar belastend voor je heupen, dus kan het gewoon nog doen. Mike geconnect, ik zeg Mike, ik kan nog boksen, want in eerste instantie hadden we gewoon een gesprek van, ik kan niet meer trainen, dus bij deze gaan onze wegen splitsen. Toch nog even gebeld, ik kan nog boksen, dus ik ga nog even gewoon proberen te boksen. Stel, je hebt ooit een keer jongens nodig in voorbereiding, bel me maar, dan kom ik gewoon mee trainen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Een paar keer gebeld, een paar keer jongens dan meegeholpen in de voorbereiding voor een wedstrijd, waarin ik dan alleen ging boksen. En met de tijd had ik wel zoiets van, hey, ik merk dat het boksen inderdaad gewoon lukt. Ik heb nergens last van. Laat me kijken of trappen nog lukt. Tegen advies van de arts in, maar ik wil ook wat. Koppig. Dus op de trap, op de zak trappen, ik merk dat het gaat. Ik heb geen last. Oké, goed. En zo merkte ik met de tijd dat ik steeds meer weer kon en dat ik gewoon weer vollediger kon trainen en op een bepaald punt dacht ik van fuck, we gaan gewoon weer gewoon echt weer trainen. En Mike zag dat ik zeg maar weer gewoon met dezelfde intensiteit weer gewoon trainen zoals voorheen. Dat ik gewoon weer regelmatig trainde, ook weer gewoon met plezier en dat ik gewoon weer aan het klimmen was. En toen kwam die uitval van Jafar. En Mike die had gewoon zoiets van, gaan we die kans grijpen? Ik had zoiets van, ja, waarom ook niet? 2 jaar niet in de ring geweest, eigenlijk een jaar lang niet getraind, nu dan die paar weken weer. En die paar weken was die motivatie van, ja, ik had zoiets van, waarom niet? Ik weet van mezelf zelfs op dat punt wat ik kon en ik was er... ja, maar ik was ervan overtuigd dat ik op dat punt gewoon nog steeds mee kon doen met Glory en met de top. Ik zou het afweten op conditie, dat wist ik van tevoren al, maar je bent gek om zo'n kans niet te grijpen omdat je bang bent voor je conditie. Ik dacht ook, nee, gaan we gewoon doen. En toen had je hem gevochten. Toen had ik hem gevochten. En toen begon iedereen best wel los te gaan over de wedstrijd. Hoe voelde dat? Hoe kwam dat voor jou over, zeg maar? Je komt thuis, je opent de social media's. Dat was die bevestiging. Dat was echt die bevestiging. Ja? Want kijk, natuurlijk met je vrienden op de sportschool maak je al jaren grappen van, ik kan daar gewoon meedraaien. En ze hadden altijd iets van, ja, is goed joh, is goed joh. Ja. Maar dan sta je er en dan krijg je de kans. En dan heeft iedereen zoiets van, oké, nu heb je die kans, laat maar zien wat je al die jaren verkondigt. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik heb het gedaan, ik heb het laten zien ook. En achteraf, vrienden van de sportschool die waren trots, onder de indruk. Vrienden uit de buurt, familie waren ook trots. Want met die week aankondiging heb ik het bijna niemand verteld. Dus of je zag het, of je kreeg het achteraf te horen. Deed je het bewust om de spanning voor je een beetje te houden? Oh nee, spanning heb ik geen last van. Nee? Nee. Ik had gewoon zoiets van, ik ga niet achter iedereen aanzitten.
of je ziet het, als je gewoon socials in de gaten houdt, of je bent gewoon een sportliefhebber. Ben je dat niet, dan zie je het niet. Maar dan is het ook niks wat jou interesseerde. Ja. Maar na die wedstrijd, toen kwam er wel wat meer aandacht. Social media ging het ineens wat losser. Mensen, sportliefhebbers, die herkennen me ook gewoon op straat op of evenement of noem maar op. Dus het was leuk. Ja, het was zeker. Het was echt leuk om te zien. Je hebt echt een naam voor jezelf gemaakt. Ja. Je had nog een klein viral momentje ook nog. Ja, ook nog. Toen Mike van, kom op, ben je er niet? En, ga je morgen nog naar Awakenings? Ja. Ben je er? Nee, zeker? Nee, of niet? Ga je morgen nog naar Awakenings, of niet? Ja. Ik denk dat staat je zin, hè? Kom op. Je gaat werken met hem, hè? Was het nog gezellig bij Awakenings? Niet gegaan. Ik heb niet gewonnen, dus ik kon niet gaan. Ah. Dat was de voorwaarde. Als ik win, ga ik. Nou, ik heb niet gewonnen, dus dan ben ik ook streng naar mezelf toe. Dan ga je niet. Ja, want je houdt wel van de festivals, heb ik gezien. Ja, ook op de social media. Ik ben je ook op Kwaku tegengekomen. Dus, wel netjes aan de water op mensen. Dus maak jullie niet druk. En, Ik probeer te genieten van het leven. Natuurlijk moet je af en toe dingen laten voor de sport. Maar waar dat niet hoeft, dan doe ik het zeker ook niet. Wat is je favoriete festival waar je bent geweest? Poef, door de jaren? Ja. Ik zag ook dat je bij Afro Nation Portugal was geweest. Die was gezellig. Ah, ik heb gekke beelden gezien. Ja, nee, zo ben ik niet. Ik ben tranquilo. Ik ben te oud voor dat. Op auto's gaan staan dansen, zo, ja, dan ga je mij niet zien. Nee, ben ik ook te zwaar voor. Je bent ook te groot. Maar Afro Nation was gezellig. De eerste keer dat ik ging was echt geweldig. Notting Hill. Het was afgelopen weekend, wilde ik ook gaan naar de wedstrijd. Dus ja. Dan moest je hem laten liggen. Ik denk een combinatie van Afro Nation, Notting Hill en Mysteryland. Die dat drie waren wel echt de drie leukste festivalen die ik heb bezocht. We zijn hier in Rotterdam-West. Je hebt me al wat verteld hier. Je ziet het ook al op mijn shirt, 010. Ja, 010. Jullie zien het, mensen. Ze zijn echt Rotterdammer dit. Hij zei het me ook net. Ze zeggen hier, we zijn geen Nederlanders, wij zijn Rotterdammers. Dus ja, ik wil graag meer weten over hoe je bent opgegroeid, zeg maar. Mm-hmm. En een beetje de buurt zien. Hoe? Want jij bent hier geboren? Ik ben Rotterdam-West geboren getogen. Ja. Hier achter ons is Nieuw-Binnenweg, de kloppende hart van Rotterdam. Iedereen op Zuid zal dat tegenspreken, op West zal het me beamen. Want er is gewoon een tweestrijd hier. De West voelt zichzelf beter, de Zuid voelt zichzelf beter. Dat is altijd een strijd blijven. Dat is altijd zo, toch? Maar ik blijf West-Zuid. Maar ik ben hier geboren, getogen. Zou je me even mee kunnen nemen, even dat we een stukje van de buurt zijn kijken? Dat is goed. Dus Heemraadplein. Ja. Onder de Kaap Verdianen is dit een hele herkenbare plein. Presinho Quebrado. Maar je ziet het ook aan de tegels, ze zijn allemaal oneven gebroken. En daar komt de naam ook Quebrado vandaan, dat is gebroken. Oké. Dit is eigenlijk een pleintje waar altijd San João wordt gevierd. Dat is een cultureel feest in de Cafriaanse gemeenschap, waarin we eigenlijk de onafhankelijkheid van Cabo vieren. En dat wordt jaarlijks gewoon hier op het plein gevierd. Dus ja, vroeger was het echt een happening. Alle Cafrianen kwamen hier. Met de jaren is dat minder geworden. Heeft dat ook een reden dat het minder is geworden? Participatie vanuit de jeugd. Je wordt gewoon afgeleid met andere dingen, je wordt te druk. De meeste mensen hebben een gezinnetje of gaan gewoon verder weg wonen. Dus participatie wordt gewoon minder. Maar dit was wel echt de place to be voor Cabo's. Ja, kijk, dat is het nog steeds. Want Rotterdam-West was en is nog steeds klein Cabo. Maar net waar ik kom, als ik zeg ik ben Cafriaan, iedereen weet ik kom uit Rotterdam-West. Dus dat zal altijd zo blijven. Maar we zijn wel gewoon aan het groeien. En hoe ouder we worden, hoe meer we gewoon onze vleugels spreiden en gewoon wat verder op gaan wonen. Zeker, zeker. Hoe was de buurt? Want je bent hier ook geboren, zeg maar, ja. Vertelde je. Hier, deze buurt, een beetje deze plein vroeger mee opgegroeid. Vroeger was het rof. Ja? Ja, maar vroeger was het maar rof. Hoe hadden we deze plein, hoe hadden we deze straat kunnen voorstellen, zeg maar? Wat was dit? Nog veel drukker. Kijk, qua structuur, qua infrastructuur is het gewoon een beetje hetzelfde gebleven. Ja? Alleen dan gewoon veel, veel drukker. Nu is het qua verkeer beter geregeld. Nu heeft rechts hier voorrang. Vroeger was het gewoon een gelijkzijdige kruispunt. En iedereen nam zijn eigen ding voorrang. Dus alles wie het eerste gaat, die het eerste gaat, die wint gewoon wie het meeste durft, die pakt hem. Begrijp je. Dit is waar ik ben opgegroeid. Ja? Schone Bergenweg.
Het is gewoon een bergerweg. Ja, man. Ja, hoe was het om daar op te groeien? Chill. We hebben precies om de hoek hadden we een speeltuintje, dus als kind zijnde we hadden gewoon altijd een plek om te spelen. Oké. Okay. Speeltuintje, je had een toezichthoudend iemand, gewoon een oma uit de buurt. Die was ook gewoon echt de oma voor de buurt. Alle kinderen zagen haar ook als oma. En vanuit daar gewoon een plek waar iedereen verzamelde, spelen tot einde van de dag. Dat hij dicht ging, spullen nog een beetje voor de deur. Ja. Toezicht van alle ouders in de buurt, dan gingen we gewoon huis. En dat was elke dag. Ja? Dagen zoals dit was je van de ochtends vroeg tot 's avonds laat, was je buiten. Het was meer hecht gewoon vroeger. Het was gewoon hecht. Met de buur. Maar hoe denk je dat zo is veranderd, de buurt? Je groeit op. Ja. Vroeger, je zit samen op basisschool, en dus ook hier verderop, iedereen samen op basisschool. Dus je ziet elkaar dag in, dag uit, alles doe je samen. Maar dan ga je eenmaal naar middelbare school en dan spreid je al, dan zie je elkaar al wat minder. Op middelbare school leer je weer nieuwe mensen kennen, dan ga je daar weer mee chillen. Je wilt steeds verder weg van huis komen. Want dat vraag ik me dan ook al, want je zegt, het is een hele roffe plek geweest hier hoor. En Rotterdam-West, een paar jaar geleden was ook echt, ja. Je hoorde echt fok op dingen wonen hier, zeg maar. Je werd altijd een beetje bang als je hierover hoorde. maar hoe heb jij de kracht eigenlijk, de wil gevonden? Kijk, je bent mentaal als sterk, had je gezegd, vanaf je 13e. Je komt van een pak slaag, kom je gewoon weer terug. Ja. Maar hoe ben jij de verleiding van het hosselen, de struggle, je weet toch, de trap, hoe heb je dat allemaal vermeden, zeg maar? Dat je niet het ook klinkt in misschien lijkt. Gek, maar ik wist dat ik te veel zou opvallen. Ja? Ik zou te veel opvallen, ik zou dom doen, stel ik zou doorbreken, ik zou succesvol worden. Ik weet gewoon van ik heb te veel te verliezen, ik heb moeder, ik heb een zusje, ik heb een broer. Ik wil hen niet in gevaar brengen. En voor mezelf wil ik ook gewoon zo makkelijk op straat kunnen lopen zonder altijd maar over mijn schouder te moeten lopen. Ik begrijp. Dus het was meer gewoon met de gedachtegang van ik wil gewoon lekker chillen. Ja. Maar ik dacht van ik laat dat gewoon links van me. Tuurlijk heb je door de jaren heen wel eens in aanraking gekomen ermee. Of mensen die je benaderen van hey, ben je geïnteresseerd of kom een keertje mee en we gaan. Bodyguard wil zijn van een of ander. En ik heb altijd zoiets gehad van nee man. Dat is mentaal sterk man, ik heb daar echt respect voor. Want je hoort wel eens, kickbox had vroeger de naam dat het veel criminelen aantrok. Heel veel kwamen in verleiding en zo, dus ja. Zo bang, jongen. Nee, dat zeker, maar altijd wel gewoon weg van gebleven. Oh, ja, ik ben trots om dat te horen, echt waar. Ja. Anders zou je ook nu niet hier zijn, zou je nu niet die hype creëren. Is hier ook de naam Big Sexy gekomen uit deze buurt? Nee, ik kwam met de handen doen. Dat kwam van de sportschool af. Van de sportschool? Hier ook, Cavendiaanse vlag. Dan zie je gewoon de kabelvlag. Moet even gefilmd worden natuurlijk. De trots van Big Sexy. De community leeft hier gewoon. Ja, ik heb... En dit ook. Sinds kinds af aan zag ik dit dus. Ja. Op jonge leeftijd was ik al gewoon geïntroduceerd. Hey. Biologie was hier niet nodig. Nee man, alles leer je snel hier. Het is wel knap dat je de verleidingen hebt kunnen weerstaan, echt waar. Dus shout-out mensen, echt shout-out naar alle mensen die het hebben kunnen weerstaan. Zoals je hoort, Big Sexy heeft het ook kunnen doen. Maar het is vaak moeilijk, je moet gewoon mentaal heel sterk zijn. En jij bent dat ook. En als je ook iets vindt waar je energie in kan stoppen, dan verdwijnt die drang ook. Want dat sport heeft voor mij op jonge leeftijd wel een drijfveer gecreëerd. En stel dat ik met die drijf weer wat anders ging doen, dan was ik heel erg anders terechtgekomen. Maar het bleef me interesse houden, het bleef me uitdagen, waardoor ik zoiets had van alle energie wat ik heb, blijf ik stoppen in de sport. Dan heb je ook geen tijd meer om naar andere dingen te gaan of andere dingen te kijken, dan blijf je gewoon bezig met de sport. Je hebt je eigen pad gekozen, je eigen afleiding en daar ben je gewoon echt trots op. Ja. Echt. Ik hoop dat veel mensen gewoon een voorbeeld eraan nemen, gewoon, vooral echt jongeren. Tegenwoordig weet je hoe het in de steden gaat. Het gebeurt allemaal jonger, sneller. Materialisme neemt toe en daardoor zijn mensen gewoon echt van het. Ik ga alles op alles doen om zo snel mogelijk zoveel mogelijk te pakken. Ja, 14 jaar zitten voor 100.000. Is wel 100.000, maar die 14 jaar van mijn leven die wil ik graag houden. Ja. Niet iedereen staat er zo in. Sommige mensen... Goeiedag. Sommige mensen nemen gewoon die beslissing van hey, ik waag het erop.
Ja, zeker, zeker. Ik oordeel niet, ik heb alleen gewoon gekozen van ik doe het niet en that's it. Oké, ja, zeker, zeker. Nee, dan goed om te horen, echt trots om te horen, man. Trots om te horen. Even weer terug naar kickbox. Wat vind je op de kritiek van die op de heavyweight divisie is eigenlijk? Veel kritiek op de heavyweight divisie de laatste tijd. Dus ja, omdat het toernooi was niet zoals mensen hadden gehoopt, zeg maar. Wat vind jij ervan dat het zoveel kritiek krijgt? Ergens snap ik het een beetje. Want in het verleden was ik ook iemand die, ja, geen kritiek, maar ik had er wel een mening over. Mm-hmm. En ik verkondigde altijd al van, ik kan zo meedraaien, want wat ik zag, had ik altijd zoiets van, ik wil meer, ik verwacht eigenlijk meer. Dus ik snap het. Maar tegelijkertijd ook, iedereen kijkt nu terug naar de K1 van vroeger door een oranje of roze bril. Ja. Nostalgie, dat verandert je mening zo erg, je perceptie zo erg. En je kijkt dan naar dingen van vroeger en dingen van nu. En al zijn ze hetzelfde, de van vroeger voelt toch indrukwekkender, want je hebt er een fijne herinnering bij. Ja, zeker, zeker. Dus het maakt niet uit waar wij nu mee gaan komen of wat er nu ontstaan wordt of bedacht wordt. Het zal nooit even goed zijn als vroeger. Daar moeten de toeschouwers moeten ook gewoon eerlijk naar hunzelf zijn. Of, hey, de tijd van vroeger komt gewoon niet meer. De tijd van vroeger komt niet meer. Nee. En het is niet dan acceptatie van het wordt nu slechter dan vroeger, zeker niet. Het is nu anders dan vroeger. Ja. Daarin moet je met de tijd meegaan. En die nostalgie moet je gewoon even eerlijk wegwerken. Kijk gewoon eerlijk naar vroeger, eerlijk naar nu. En dan zie je dat nu niet zo erg onder doet dan vroeger. Het is gewoon nostalgie. Dus wat ik vind van vroeger had je, dat is mijn mening dan, vroeger zag je meer talent en dat mensen echt... Je zag gewoon verschillende vechters, maar wat ik ook weer zeg van nu, iedereen is echt atletisch, zeg maar. Iedereen leeft het kickbox meer, want vroeger hadden ze ook nog normale banen echt ernaast. Dat. Nu zijn het echt fulltime atleten. Nou, ik heb ook nog mijn werk ernaast, dus. Ja? Ik zit nog wel in het oude wetse. Dat oude wetse, je hebt wel van de old school nog. Ja, ik moet nog steeds gewoon werken, dus gewoon werken en trainen daarnaast. Kijken ze niet op anders op je naar werk of 100%. Zo? Maar nee, nu, je weet dat je bent op TP gekomen, big sexy. In eerste instantie, kijk natuurlijk, mensen zien mij, ik ben groot, ik val op. Dus mijn collega's wisten echt wel van wie ik was. Ja. En toen kwam die wedstrijd en toen kenden heel veel meer collega's mij. En heel veel meer collega's gingen met me praten. Idioot. Huh? Idioot. Je fan, je fan, je fan. Ja, maar Nico, ik wil je zeker bedanken voor je tijd. Je hebt het gehad over je jeugd. Je hebt ons de oude buurt waar je bent opgegroeid een beetje laten zien. De oude Rotterdam, nieuwe Rotterdam. We hebben gepraat over de buurt, jongeren. We hebben gepraat over de heavyweight divisie. Ik wil je echt bedanken, zeker. Ja, heb je nog wat laatste woorden van Laidouni eigenlijk, om in de camera te zeggen? Laidouni, ik weet niet of je dit begrijpt. Waarschijnlijk ondertiteling eronder, maar ik zie je zaterdag. We gaan winnen. Ik ga winnen. We gaan lachen, we gaan een paar leuke foto's schieten samen. Dan kan je gewoon naar je vrienden, familie, nageslacht zeggen van ja, dit was de jongen die me knock-out had geslagen. Dus ik zie je zaterdag, man. Hoe is? Jullie hebben het gehoord, kijkers. Het gaat een spectaculaire wedstrijd worden. Big Sexy gaat sowieso winnen. De knock-out willen we altijd zien. En nogmaals bedankt, echt. Bedankt dat je ons, dat je tijd hebt genomen voor ons. Dat je met ons hebt gesproken. En ik hoop dat ik je... Ja, dat we elkaar binnenkort weer zien na de winst van zaterdag, 31 augustus. Komt helemaal goed. Yes, jullie hoorden het, kijkers. Blijven jullie kijken en blijven jullie Big Sexy volgen en zijn lifestyle. Hoes. Het leven zit vol uitdagingen. Vechtsport helpt jou daarmee om te gaan. Het geeft veel zelfvertrouwen en leert je te beheersen. En het is vooral gezond en leuk. Samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur maken wij vechtsport toegankelijk voor iedereen. Vind de sportschool die bij jou past
op warriorcode.com/doemee.